ça voulait dire en être heureux. La bohème, nous ne mangeons un jour sur deux. Goedemiddag Jean, u heeft een boek geschreven, Race naar de Sterren. En daarvoor zijn we speciaal hier nu in dit hele mooie kasteel, Kasteel Oud Wassenaar. Kunt u iets meer vertellen over het boek? Het 20e boek wat ik tot nu toe gemaakt heb. Het is eigenlijk een heel bijzonder boek wat eigenlijk ontstaan is toen ik vorig jaar, toen hadden we ook corona, toen stond ik in de tuin en toen zag ik een meertje lopen en daar had ik bijna op getrapt. En op dat moment ging er een vliegtuig voorbij. En toen dacht ik, goh, als ik nou op dat meertje had gestaan, zou dat meertje dan begrepen hebben dat er een vliegtuig overging. Dat idee heeft mij geïnspireerd, want al die mensen die hier rondlopen op aarde, 7 miljard stuks, die worden hier geboren, die worden hier verliefd, die maken kindertjes, die gaan in een huis wonen en die gaan vervolgens dood. En die hebben geen idee waar ze geweest zijn. En dat vond ik zo'n raar idee toen ik daarover nadacht, dat ik dacht, goh, daar moet ik eens een boek over schrijven. Want zolang de mensheid bestaat, gaan ze 's avonds naar boven kijken naar de sterren. En ik moet u zeggen, er is niets intrigerenders dan wat daar boven is. Waarom willen wij überhaupt naar een andere planeet? Dat is heel Hoe simpel. Zit dat? Nee, dat is heel simpel. Iedereen is het erover eens dat we op een gegeven moment op een punt komen dat de aarde vol is. En die moeten allemaal eten, die moeten allemaal een huis hebben. U merkt zelf wat er allemaal gebeurt. We hebben allemaal problemen. De grondstoffen raken op, de huizen raken op. En dat was dus 100 jaar geleden was het al een idee om naar een andere planeet te gaan. De plannen zijn er al, ze gaan naar Mars toe en op de maan gaan ze waarschijnlijk ook iets doen. Dus dat gaat, uw kinderen gaat dat nog meemaken. Even één laatste vraag. Ja. Ik las dat u iets, een schilderij heeft gemaakt met mummie stof. Hoe zit dat? Ik heb ooit kennis gehad aan een handelaar in Egyptische oudheden. En die sloopte wel eens mummies. En dan werden de amuletten eruit gehaald. En het mummiepoeder, dat werd meestal weggegooid. Ja. Nou weet ik van vroeger dat Rembrandt en Rubens daarmee schilderden. Dus ik heb dat poeder gevraagd. En mijn Egyptische schilderijen hebben een heel aparte kleur. Want die zijn dus met dat mummiebruin geschilderd. Want daarom heeft hij het kleinste schilderij van de wereld geschilderd. Heb ik ook, ja. Maar ik heb ook de mooiste vrouw van de wereld. Hè. Ja, dat zie ik. Ja, en zij heeft u ook eigenlijk ontdekt, hè? De actrice. Ja, ze is nu... Hoe moet ik het nou een beetje aardig zeggen? De horizon is in zicht. Ja? En mag ik daarover vragen wat er is? Nou, ze heeft algehele malaise, zoals dat met een mooi woord heet. En ze heeft zo ontzettend heftig leven gehad. Zo ontzettend veel gedaan. Ik heb een boek over haar geschreven. Daar ziet u daar de cover van. Doek op voor een echte ster. En alle reacties die ik daarop krijg is dat de mensen zo moe worden als ze dat boek lezen. Maar god, wat hebben mensen allemaal gedaan in hun leven? En ik kan dus zo ook nog een boek schrijven, dat wil ik ook nog in de toekomst gaan doen, over haar carrière in Duitsland. Want voordat ze in Nederland kwam, was ze in Duitsland heel beroemd. En dat weet helemaal niemand hier. Ja. En het leuke is, de enige mens die begrepen heeft wie Ine Veen was, was Henk van der Meijden. Want die was helemaal gek van ballet. En die had dus ook over haar gehoord. Het is een hard leven, hè, het artiestenbestaan, als je op zo'n hoog niveau... Ja, het is bij haar zo, dat voor haar was het ballet nummer 1. Een man hoefde niet speciaal en kinderen helemaal niet. En een huwelijk werd helemaal niet aan gedacht. En ze heeft zich dus 48 jaar geleden met mij verloofd. Ja. En we zijn nog steeds verloofd. Kees, welkom. Jammer dat de presentatie vanavond niet door kan gaan met Bakerman. Dat is de teleurstelling. Rinne Scherritsen zou komen, heb ik begrepen. En nog wat anderen die betrokken zijn bij Colin Ewing. Maar oké, jullie krijgen hier even een kort platform. Kun je wat vertellen over het boek, over de totstandkoming? Martin, hartelijk dank. Wij hebben een paar jaar aan dit boek gewerkt. Het heeft wat langer geduurd, ook door corona. We zijn op het idee gekomen omdat wij en de medeschrijver Aart van Groothees het een leuk idee vonden om eens te kijken waar de clips van Dick Maas zijn opgenomen, wie eraan mee heeft gedaan en dergelijke, tot archieven, onder andere van Dick, waarin allerlei storyboards, de verhalen, waar zijn de films, de clips opgenomen. En ja, iedereen kent in deze zaal, als ik zo om me heen kijk, de Earring wel. Ik hoorde net van de heer Thomas een heel leuk anekdote, dat hij zelfs met George Kooijmans op de kleuterschool heeft gezeten. Nou, dat geeft een mooie band tussen dit boek en zijn boek.
We hebben tot in detail een beetje Bellingcat-achtig allemaal uitgezocht. En we zijn helemaal gaan kijken waar is het opgenomen, wie heeft eraan meegedaan. In media. Dank je wel. Kom erbij, Jean. Je hebt trouwens je ridderorde niet op. Nee, dat doe ik nooit. Dat doe je nooit? Nee. Ja. Kijk. Okay. Dit is al erg leuk opgekregen. Jean-docenten. Vorige week stond ze nog met Rob Holland en Ferry Lever en een paar andere goede muzikanten bij ons evenement voor Elkring, de filmpremière. En nu ga ik helemaal alleen doen. Het volgende nummer is ook een nummer van Eva Cassidy. Ik ben namelijk bezig met een Eva Cassidy tribute. Vandaar ook die nummer. Het gaat over de herfst en alle mysteries. Ja, de komende tijd hoop ik natuurlijk dat het allemaal doorgaat, want het is natuurlijk een hele kwestie geworden. Tot eind van het jaar hebben we alle optredens gecanceld, maar begin januari komen we onder andere ook naar Scheveningen toe voor dit aan zee festival.
evenementen die wij hier organiseren is dus ook om het kasteel in stand te houden en op te knappen. En ik doe het gewoon als vrijwilligerswerk, als een hele gekke hobby. Het kasteel heeft heel veel geschiedenis. Als u daar meer over wil weten, kan ik u altijd nog rondleiden. En liefst heb ik dat u hier gezellig feestjes komt vieren. We doen niet alleen grote feesten, dus het is ook gewoon voor een kleine verjaardag of een leuk familiefeestje. We hebben een leuke bar hiernaast, een jachtkamer. We doen ook hele kleine dinertjes, dus het is een misverstand als mensen denken van alleen maar hele grote, dure feesten. We doen ook hele gezellige kleine dingetjes als high tea of andere. Dus mocht u iets willen, dan kunnen we dat voor u organiseren. Même sans soleil, même sans été, vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden nooit vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor mijn laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, kom vanzelf weer voor elkaar. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Omdat ik een beetje van hem houden.